Het was de derde dag dat de PSV'ers uit de gondel stapten en het was de eerste werkdag voor Dirk Lucassen. Hij sloot dus vanaf training 3 aan bij de selectie van PSV, die dan de gebruikelijke route wandelde van gondelstation naar trainingsveld in ideale omstandigheden in een prachtige omgeving. En Lucassen kon meteen vol aan de bak onder toeziend oog van Marcel Brands. Dag 3 was ook wedstrijddag, dus de mensen die in de basis gingen beginnen tegen Sion 's avonds gingen iets eerder van het trainingsveld af. De oefenwedstrijd tegen Sion op hetzelfde veld als waar de ploeg traint en Philippe Cocu had basisplaatsen voor onder meer Sam Lammers en Adam Maher weggelegd. Die heeft hier een prima pasenhuis op Locadia en het schot wordt binnengelopen in 2 instanties door Gaston Pereiro. De 1-0 voorsprong voor PSV na een half uur spelen en daar zou het ook bij blijven. Jorrit Hendricks was tevreden met deze oefenwedstrijd. Dat we veel gewerkt hebben, hard gewerkt hebben en 2 oefenwedstrijden winnend afgesloten is. We zijn op de goede weg. Want na rust werd er vooral veel gewisseld, waren er wel nog kansen zoals hier voor Steven Bergwijn, maar bleef het dus bij 1-0. Zondag wacht Monaco op hetzelfde veld, morgen weer een dag met nieuwe trainingen.